Goed werk van Mahin Cachera. Cachera, die schieten we gewoon even in. Zijn eerste doelpunt voor FC Groningen. En de mooiste van de avond kiezen wordt nog een hele klus vandaag. Mahin legt hem klaar en Cachera, ja, fantastisch. Die ziet Stevens wat voor zijn doel staan. Kostic heeft hem voor zijn linker. Kostic! Ja hoor! Toch Kostic! En Mak valt verslagen op de grond. Omdat het in de extra tijd toch nog deze wedstrijd verliest. Sherry. Dat is fraai. Nog een hakje ook. Oh, mooi gespeeld zeg! Wat een fantastisch doelpunt van Groningen. Charon Sherry maakt hem. Na een heerlijk 1-2 met Antonia. Van Dijk. Tadic. Teixeira voorin. Tadic. Door een prachtgoal van Dusan Tadic. Maar hoe kan hij zoveel ruimte krijgen en zoveel tijd krijgen en zo dicht in de buurt komen van het doel van Mulder? Wachten op de mensen die komen. Diarrié is er daar een van. Diarrié! Oh, wat een mooie goal! Van Tom Diarrié. Groningen komt op 4-2. En Diarrié beslist de wedstrijd. Prachtig gedaan. Jasko. Niemand. En Kostic. Oh, ineens geplukt uit de lucht en raak geschoten. Kostic. 1-0 voor Groningen. Kostic. Kostic. En dit is een prachtige gelijkmaker. Van een meter op 23 zit hij prachtig binnen. Een feest bij de 314 meegereisde supporters van Groningen. Wel tussen de benen door, maar haat het omdat er niet al te veel vertrouwen. Het loopt allemaal goed, Mahi. Wat een geweldig doelpunt van Mahi. Ja, zo'n avond is het. Het is een optelsom van een aantal zaken. Maar dit is ongetwijfeld de mooiste. Ja, daar is geen houden aan. Parissa, Sillessen raakt die bal totaal verkeerd, geeft daarmee Tadic zijn beste kans. En dat is moordend afgerond door Dusan Tadic. En in een wedstrijd die totaal geen winnaar verdient. Chabot loopt door, krijgt hij hem bij Doan voor het doel. Die heeft Burnett bij zich. Doan, zo, die zit er lekker in. 2-0 Groningen en het is een heerlijke treffer van Leeds Doan. Zo valt alles er opeens in bij FC Groningen. De ploeg die maar niet kan scoren dit seizoen is Ron Jans. Uitermate gelukkig. 6 doelpunten tot aan vandaag. Draaien. Oh, prachtige paas zegt Kierum. Mooi doorgelopen. Schitterende goal van FC Groningen. Absoluut een prachtige treffer. Gemaakt door Andras Kierum. Diarrié. Bakuna, het schot is lekker, het doelpunt
prachtig. Zijn eerste doelpunt in de Eredivisie. Is een schitterende in een wedstrijd waarbij hij ook zeer goed speelt. Hij heeft er langer moeten wachten. Vaak schiet die bal door tot bij Ene Voltsen, maar wanneer scoort hij is? Nu met gevoel getrapt. En dan is het heel fraai raak voor FC Groningen. Verbeterde blik op het gezicht van Thomas Ene Voltsen. Van Andersen. Toch weer Groningen en weer een goal. Weer Idrissi. Bijna identiek. Misschien niet zo mooi als zijn eerste doelpunt vanmiddag. 9 minuten voor rust. Het wordt de zweet. En die bal zit er schitterend in. Maar het mag je in dit geval nog de doelman, nog de muur aanrekenen. Of zoals Kuip ooit zei, als hij de zooi gaat, kun je als keeper alleen maar applaudisseren. Het is Brunts. Fantastische goal. En zo is het 2-0. Dik en dik verdiend natuurlijk voor Groningen. Een tevreden buis. En het feest op de tribunes. Ja, wat een debuut zeg hij voor Thomas Brunts. En dat is een pracht van een vrije trap. En zo komt Groningen terug in deze wedstrijd. Waar ze toch wel redelijk vlot gezien leken. Maar door de specialiteit van het huis, Johan van Nief. Er zit een verdediger door de benen. En een goede paas ook nog eens op Roestak. Zo van de doelpunt. Zo! Boom! 1-1. Bottegui, eerst zijn hoofdrol. Onderschept. En dan niet lullig balletje breed. Nee, aanvallend denken. 1-2-tje voorzet. Met een strakke paas en Mihoen die het in één keer doet. En via de binnenkant van de paal scoort. Een geweldige, geen buitenspel, prachtige paas. Stemman kijkt naar Granke. Engelaar houdt weg, Garcia. En wat een mooie gelijkmaker. Hij heeft iets met dit stadion. Hij blinkt altijd uit in Eindhoven en scoort nu voor Groningen. De Leeuw naar de eerste paal. De bal vliegt erin. Dat zal toch een mislukte voorzet zijn, lijkt me. Hij scoorde in Deventer op fabuleuze wijze namens Cambuur. Ja, dit doelpunt is op zich schitterend, maar het lijkt me toch niet zo bedoeld. Maar met Roestak. Tadić. Andersson versneld. Vetter Andersson. Oh, wat mooi afgemaakt zeg. 3-2 voor FC Groningen. En hij speelt een heerlijke wedstrijd. Petter Andersson. Burnett, dat is een goede voorzet. Wat een prachtige goal! Leandro Bakuna. Jongen, wat een juweel in de... Wat is het? 12e minuut van de tweede helft. Oh. Wat is die mooi. Geweldige goal. Deuroborg, recht overeind, Klaarbakker en een staande ovatie. Doan voor het schot en voor een goal. Weer Lidstoan, die scoort. En de 2-2 is daar. Zijn zevende, ook voor hem, Lidstoan. In de wedstrijd waarin Groningen toch bij die 2-0 van Til klaar leek met deze wedstrijd. Bij Van der Lely. Idrissi, hoho, wat een goal! Schitterend doelpunt van Oussama Idrissi. En Groningen staat weer op voorsprong. En wat een beauty. De verre hoek ligt open en hij vindt hem op een geweldige manier, Idrissi. Van Dijk, ja, die loert op de mogelijkheid om het nog een keer te proberen. Van Dijk, ja hoor, hij heeft hem te pakken. En het is hem van harte gegund. Virgil van Dijk beschikt over een verwoestend schot. Kennenbal in zijn rol van pinchhitter speelt inmiddels ook al regelmatig als centrale verdediger en doet dat ijzersterk.
Hij brengt fysiek veel kracht mee, is ook nog jong, zoals een aantal van FC Groningen. Schot geblokt door Strieder. Idrissi weer. Nou, dat zijn mannetjes die kunnen voetballen. Ja, Idrissi. Die kan voetballen. En die kan scoren, zijn tweede. Hoe is het mogelijk dat Utrecht daar niet daadkrachtiger ingrijpt? Dan terug op Matas. Andersson gaat zelf. Schot van Andersson, prachtig! Wat een heel mooi doelpunt van Petter Andersson. Hij is terug. Als ze hier in Groningen het één iemand gunnen, dan is het Petter Andersson. Tiefenbelt. Dan maar een keer van een enorme afstand. Hij verrast Mulder, die er nooit op rekent dat Tiefenbelt van die afstand gaat schieten. Maar hij doet het. En er staat 2-0 in Groningen. Sherry. Nou, dan maar van heel ver. Sherry, yo! Wat een fantastisch doelpunt van Charon Sherry. Het lijkt van te ver, maar niet voor hem. Is dat goed verdedigen? Dit is een geweldige goal. Idrissi, een plaatje van een goal. Hij kan dat, maar hij kan dat. Texera en Isaacson. Isaacson, maar kijk eens hoe hij hem neerlegt. Voor Zoek. Zoek. 3-0. Ha, ha, ha. Ja, ja, ja. Zojuist schoot hij hem de tribune in. En nu houdt hij het overzicht. Daar is de buis door. Doan, wat een goal! Ho, 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 Ritsu Doan! Wat een schitterend schot! Hulwee, het zag er heel terloops uit. Maar het Koning Willem II stadion is stil. Stil door een goal van een Japanner van 19. Het is inmiddels een schot van Linzo. Hier de afstandskral van Drosten staat 2-2. Bizarre ontwikkeling. In Leeuwarden, waar het publiek nog woedend is over de geannuleerde treffer van Cambuur. En hier zorgt nu Drost voor de gelijkmaker. Sherry met een eerste kans om het maar eens te proberen. Zo! Charles Sherry! Ja, goeiedag! Voor alle volledigheid. Charles Sherry heeft die bal het liefst voor zijn linkervoet. Doan. Wat we zelfs al zien, Groningen dat komt, maar Groningen dat scoort. Dat hadden we helemaal niet verwacht. Het is een onverwachte. Hele fraaie ook. In de verre hoek, gekruld. De Leeuw weggestuurd, die is helemaal alleen op de helft. Er komt nu steun. De Leeuw. De Leeuw. En dan een stiftballetje. Ah, dat is een hele mooie zeg. Dat is een hele mooie. Van Michael de Leeuw. In het verleden spits in dienst van de Graafschap, Michael de Leeuw. Alweer wat jaren FC Groningen. Gaat er alleen voor. Jerry! Wat een goal. Geweldig. Dat zal zijn marktwaarde opwijzen. 2-4. Van Nief. Is er heel makkelijk langs. Van Nief zelf. Oh, ho, ho! Wat een doelpunt. Joël van Nief. Die heeft een geweldige trap in de linker. Makkelijk langs twee mannen. Ja, als je toch voor je linker hebt. Dankjewel. Grote passen. Grote passen en een prachtige treffer van Granqvist. Wat een knal. Het is een hele fraaie van Granqvist, man. Het mag hier door, zeg.
Zijn tiende van het seizoen. Lindgren, oh, wat een goal! Lindgren op het moment dat Middenoord aftelt voor het Haagse kwartier. Is de tweede afstandspoging van FC Groningen in de uiterstrijd bij Adenaar goed voor de hoofdprijs. Uitdraaiend bij de tweede paal. Weer Zeefuik. Leurling dan. En dan zit hij. Kieftenbelt notabene. Een middenvelder. Wat een prachtig schot zeg. 100 kilometer per uur. Het doelpunt van zijn leven. Hij legt hem wel zo neer, zo van. Charon, Ronaldo. En hij legt hem erin. Hij kan het gewoon ook. Charon Sherry, de man die werd begeerd door Feyenoord en toch weer niet. In de winterstop, de man die niet kwam. De man die Fred Rutte wel wilde. Hij brengt Groningen hier met een schitterende vrije trap op 1-1. Kijk ook die van de Looy. Ja, dit was wel een hele mooie. Dit was een pareltje in de Euroborg. Doan. Ah, dat is een hele mooie. Die gaat Europa over. Dat is goed voor zijn mogelijke transfer. Een geweldige goal. Ik heb het eerst al een paar keer gezegd. Schiet nou toch eens op het doel. Nou, dat doet hij. Misschien heeft hij het gehoord. Ritsu Doan met een beauty. 2-0. Van Jasko vrij. Goede opening dus. En de Leeuw. Oh, oh. Mag dat nog een keertje in de herhaling komen? Want wat hij doet, dat is schitterend. De Leeuw kiest positie. Krijgt de bal.